Hallo, ik ben Stefan van Telnet Business. De laatste weken horen we steeds meer over cybercriminelen, want die zitten natuurlijk niet stil in deze coronatijden. We merken een grote toename van het aantal phishingpogingen. Phishing is online oplichting door valse websites, berichten en e-mails. Maar hoe herken je nu dergelijke phishingpogingen? Enkele tips. 1. Kijk naar de afzender van het bericht. Is dit wat je had verwacht? Bijvoorbeeld telnet@gmail.com in plaats van customercare@telnet.be. Verdacht? Niet opklikken. 2. Open geen mails met daarin taal- en spellingsfouten. 3. Klik niet zomaar op een link in een bericht. Hoe herken je een verdachte link? Zweef erover met je muis zonder op de link zelf te klikken. Ziet de URL er verdacht uit? Niet opklikken. 4. Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens door via e-mail. 5. Wees voorzichtig met het openen van bijlagen in e-mails. En 6. Klik niet zomaar op een mail met daarin een trekkingscode wanneer je geen pakje verwacht. En vergeet niet, phishing kan ook via WhatsApp, via de telefoon of via social media. Hou het veilig.